Beste Maarten, hoe kijkt u naar de situatie in Oekraïne? Het duurt nu allemaal toch wel erg lang. Rusland heeft weer een aanval gemeld van Oekraïne op de Krimbrug. Hoe lang gaat dit nog door? Ja, als ik dat wist, dan zou ik hier niet zitten, zou ik zeggen. Niemand die dat weet. Ja, het wordt een uitputtingsslag, zoveel is wel duidelijk. Er is enorm geschreven over die Russische mijnen. Er liggen per vierkante meter geloof ik 3 mijnen of zo. Ja, dat tikt door. Dus. Maar het is wel duidelijk dat die... Kijk, we hadden natuurlijk toch gedacht dat zomeroffensief van de Oekraïne... dat zou lijken op dat onverwachte herfstoffensief van de Oekraïne vorig jaar. En dat was natuurlijk zo verrassend dat de Oekraïne plotseling in dit offensief ging... en een enorme hoeveelheid territorium veroverde. Dat we ons daar denk ik een beetje blij over gemaakt hebben. En ook hebben gedacht, dus ik weet niet of ze het zelf ook hebben gedacht... dat mogelijk zou zijn om de Russen significant en snel terug te dringen... uit de gebieden waar ze nu nog zijn. Nou ja, dat blijkt dus niet het geval te zijn. Hoe het er precies uitziet daar. Ik begreep dat toch in allerlei opzichten langs het hele front wordt gevochten. Maar dat weten we dus niet. Wat is de aantrekkelijkheid van de Krim voor zowel Oekraïne als Rusland? Ik denk dat het voor de Krim toch vrij strategisch, van strategische betekenis is voor de Russen natuurlijk. Omdat Sebastopol op de Krim ligt. Dus hun belangrijkste marinebasis ligt op de Krim. Toen de Krim nog bij de Oekraïne hoorde, voor 2014 dus, waren daar wel allerlei afspraken over gemaakt, over dat de Russen daar gebruik konden maken van die marinebasis. Dus ja, het zal de strategische betekenis zijn. En ja, voor de Oekraïne is in toenemende mate het devies van dat ze alle Russen weg willen hebben van wat als soeverein Oekraïns territorium wordt beschouwd. En nou ja, er zijn veel mensen die dat voorlopig niet zien gebeuren. Nee, hij is 19 kilometer lang en hij is helemaal nog niet zo lang geleden. Oh, die brug, ja. Die brug is denk ik enorm kwetsbaar. Daar begrijp je. En die zal te kwetsbaar blijven. En de Russen hebben hem gebouwd, hè? Ja, de Russen hebben hem gebouwd. Nog niet zo lang geleden. Nee, nou, aan de ene kant is zo'n brug heel makkelijk kapot te krijgen, maar tegelijkertijd is die ook relatief snel weer herstelbaar. Dat geldt ook voor spoorlijnen. Hey, die kun je wel bombarderen en dan zit er een enorm gat in de spoordijk, maar als je een beetje doorzet en je hebt mensen, dan is het ook in 2 dagen eens weer gerepareerd. Hmm. En die Russen gaan ook graag op vakantie op die Krim, hè? Ook wel begrijpelijk natuurlijk als je in zo'n klote land woont als Rusland. Denk eens aan die winters, hè? Hmm. Maar de aanvallen die dus nu over en weer, vooral ook Oekraïne met drones en zo, zijn dat nou de zaken die het verschil gaan maken? Ik heb geen idee. Hmm. In mijn indruk is dat niemand enig idee heeft van hoe het ervoor staat. En ja, op deze basis kan het eindeloos gaan duren natuurlijk. Ja. Dus misschien toch handig om nou ja, in ieder geval via de bekende backchannels met elkaar in gesprek te raken. Maar ja. Ik denk dat Poetin toch ook denkt van joh, als het een slijtageslag wordt, dan heb ik nog lang niet verloren. Nee. Beste meneer Van Rossum, wat vindt u van de Iraanse en Russische samenwerking tussen in ieder geval de media van beide landen? De staatsomroep uit Rusland, Sputnik, heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Iraanse persbureau Tasnim. Wat moeten we hiervan denken? Nou, wat moeten we daarvan denken? Dat als je landen totaal isoleert, zoals wij gedaan hebben ten aanzien van Rusland voor straf, vanwege natuurlijk de aanval op de Oekraïne, wat mij betreft terecht, en dat ook doen ten aanzien van het Ayatollah-regime in Iran, dan is het niet gek dat de beide paria's elkaar opzoeken natuurlijk. Ik zelf vind het onverstandig, het beleid dat de Amerikanen hebben gevoerd ten aanzien van Iran niet verstandig, maar goed. Ze hebben besloten natuurlijk die mogelijk, er was een verdrag gesloten. Althans over die kwestie van die nucleaire ontwikkelingen. Nou ja, dat is door Trump opgezegd. Ja, dat vond ik niet handig. Toen is geloof ik Biden wel weer in gesprek geraakt met de Iraniërs, maar dat heeft uiteindelijk niks opgeleverd. Dus nu zijn allebei volstrekt geïsoleerde staten. Ja, dat die elkaar opzoeken is toch wel begrijpelijk, of niet? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Heb ik enige sympathie voor een van beide staten? Nee, 0,0 natuurlijk.
Meneer... En allebei buitengewoon onaangename dictaturen. Meneer Van Rossum, ik wil dit nog graag aan u voorleggen. Militairen aan de Russische kant lijken intens uitgeput en worden ook teruggetrokken door de Russen. Dat melden ook de Britten. Nou is het zo dat de Russen natuurlijk een heel enorm groot achterland hebben en steeds nieuwe militairen kunnen aanvoeren. Voor Oekraïne geldt dat niet. Gaan de Russen daarmee met dat feit de oorlog winnen? Nee, dat denk ik nou ook weer niet. Als de oorlog iets is op dit moment, lijkt dat toch een soort padstelling te zijn. En het idee dat de Russen over onbeperkte hoeveelheden recruten kunnen beschikken is een denkfout. Rusland is ook een van die landen die vrij sterk demografisch krimpen. En het aantal jonge mannen is daar bepaald niet onbeperkt. Anderzijds is natuurlijk de Oekraïne een beduidend kleiner land dan Rusland is. Dat moet er wel bijgezegd worden. En ook de Oekraïne is een land wat demografisch krimpt. En niet zo klein beetje, maar fors. Dan Frank nog, die zegt, welke waarde moeten we toekennen aan de aanvallen met drones op Moskou? Zijn dit enkel plaagstootjes of kan dit ook het moraal van de Russen doorbreken? Waarom zou het niet allebei kunnen? Ja, het zijn natuurlijk evident plaagstoten. Er zijn grote gebouwen getroffen en de ramen kapot. Maar het is natuurlijk om, laten we zeggen, de modale Moskoviet, niet waar, erop te attenderen, moet je eens kijken, hè. Jullie zijn hier ook uiteindelijk niet veilig. Hmm. Wij kunnen over. Als nu die. Nu is er weer sprake van leveranties van Duitse kruisraketten. Geen idee, maar die zouden dan of gelimiteerd in afstand. Ja, was niet helemaal duidelijk hoe dat zou gaan verlopen. Maar ja, het zijn dus plaagstootjes. Ik bedoel, strategisch gezien lijkt het mij plaagstootjes. Maar die kunnen natuurlijk emotioneel wel een aanzienlijke impact hebben. Hmm. En die drones die we toch veelvuldig terugzien komen, dat is toch ook wel een. We hebben het eerder over nieuwe oorlogsvoering gehad. Daar zijn die drones ook onderdeel van, toch? Ja, zeker. Ja, ze zijn hartstikke handige apparaatjes. Ja. Als je ze allebei hebt in grote aantallen, dan is het voordeel weer beperkt. Ja. Nou, veel vragen hierover. Deze nog even meenemen. Beste meneer Van Rossum, de training van Oekraïnse piloten in de Verenigde Staten duurt veel langer. Ja. Voordat ze die F-16's in ieder geval goed onder controle hebben. Is het wel verantwoord om mensen in zo'n korte tijd op te leiden en dan met heel weinig ervaring met die toestellen de lucht in te sturen? Ik heb geen flauw idee. Werkelijk 0,0. Ik weet niet wat het vraagt om iemand een F-16 piloot te maken. Sowieso denk ik dat daar al een hele reeks van initiële eisen aan moeten worden gesteld. Wie dat dan zijn en hoe oud en hoe dik en hoe dun. Ik heb altijd begrepen dat die piloten ook in verband met de G-krachten niet al te lang moeten zijn. Dus het moet een beetje gedrongen types zijn kennelijk. Nou, hoe dan ook, ik kan er geen verstandig woord over zeggen. Deze luisteraar zegt onder andere dat er te weinig trainers zijn in Amerika. En dat de Oekraïense mensen die getraind moeten worden, dat daarvan mensen zijn afgevallen omdat hun Engels niet goed genoeg zou gaan. Dat zou maar best kunnen, ja. Het is kennelijk niet zo eenvoudig. Ja. Ja, maar in ieder geval is het zo, dat het is niet zo bij een F-16. Je gaat erin zitten, je zet een helm op. Ja, je trekt de stuurknoppel naar je toe en boef, daar ga je. Nee, zo is het dus niet. Kijk, een enorm complexe aangelegenheid. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Ja. Er wordt allemaal meegestuurd. 4 maanden duurt het om alleen de terminologie onder de knie te krijgen. Ja, dat moet beter kunnen dan in 4 maanden, die terminologie. Maar ik denk dat het hele beheersen van het apparaat en wat ermee mogelijk is, ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig. En schrijft u, daarna komt pas de gevechtstraining, die duurt 6 maanden. Dus als je het optelt... In de Tweede Wereldoorlog was het in ieder geval zo dat naarmate natuurlijk de voortreffelijk opgeleide eerste lichting van piloten toen de oorlog begon, naarmate die verdween naarmate ze meer recruten nodig hadden die maar heel beperkt getraind konden worden, dat de kwaliteit van de piloten enorm achteruit ging, met hele vervelende gevolgen. Ja. Dus dat er veel meer neerstortte. In Japan was dat een gigantisch probleem. Zowel de kwaliteit van de apparatuur, tanks, vliegtuigen enzovoort, die vaak allemaal haastig in geïmproviseerde fabrieken tot stand moesten worden gebracht, plus de bemanningen, ook tankbemanningen natuurlijk. Ja, die waren van hele matige kwaliteit tenslotte. Ja. Dat is in dat boek Houden Wolvers Won, hebben we dat. Denk aan al die Japanse vliegtuigen die werden geproduceerd.
Die moesten de piloten zelf dan naar zo'n Aquaia-lijn vliegen, of hoe het daar mocht heten. En dat de helft nooit aankwam. Training is in Roemenië. En Oekraïne heeft natuurlijk lang op aangedrongen, hè, op die levering van die F-16's. Ja, F-16's zijn veel beter dan de oude Russische straaljagers, waar het land nu nog mee vliegt. Ja, dat geloof ik direct. En ze schrijven ook, zonder steun van de F-16's in de lucht is het een stuk moeilijker om de Russen uit Oekraïne te verjagen. Dat is, lijkt mij juist. De afwezigheid van effectieve luchtsteun. Dat, ja, in feite is dat in strijd met alles wat we geleerd hebben, ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja,